Eten opwarmen in de microgolf of bakken in de oven laat zijn sporen na. Sommige etensresten kunnen serieus vastgekoekt raken. Geen nood, er zijn heel wat tips om het vuil los te weken en je magnetron of oven weer proper te krijgen. Een verrassend effectieve manier om je magnetron of oven proper te krijgen is met citroensap. Je snijdt een citroen in twee gelijke helften. Pers beide citroenhelften uit in een kommetje met water. Plaats het kommetje in de microgolf en laat 5 minuten draaien op de hoogste stand. Haal het kommetje weg. Je kan het vuil eenvoudig wegnemen met een vochtige spons of doek. Dat is niet alles. Het citroensap zorgt ook voor een aangename geur. Voor de oven onderneem je dezelfde stappen, maar hier kies je voor een duur van 10 minuten onder een temperatuur van 200 graden. Gebruik een ovenschaal. Je kan ook beroep doen op azijn, een topper in het huishouden. Voor de oven giet je 3 kopjes water in een ovenschaal. Giet er 1 kopje azijn bovenop. En plaats het mengsel in de oven en laat 50 minuten stomen op 100 graden. Neem de ovenschaal weg. Ook hier komt het vuil gemakkelijk los. Gebruik ook hier een vochtige spons of doek om het weg te nemen. Voor de microgolf gebruiken we een andere dosering. Neem 150 ml water en giet dit in een microgolfbestendig bakje. Dit bakje herken je aan het icoon met de golvende lijntjes. Giet 4 eetlepels azijn in het bakje. Plaats het bakje in de microgolf. Laat het bakje gedurende 5 minuten op de hoogste stand opwarmen. Zo komt het vuil los. Heb je geen citroenen of azijn in huis, dan zijn er nog heel wat andere mengsels om het vuil los te weken. Een ander doeltreffend middel is ammoniak. Draag hierbij steeds handschoenen, want het gebruik ervan is schadelijk voor de gezondheid. Voor de microgolf giet je een scheutje ammoniak in een kom met water. Voor de oven gebruik je een dosering met de helft water en de helft ammoniak. Je verwarmt het mengsel 10 minuten op 800 watt in de microgolf. De oven warm je voor op zo'n 200 graden. Laat het mengsel een paar uur staan in de oven. Neem het nadien weg om te reinigen. Vergeet niet om erna een raam open te laten. De ammoniak kan behoorlijk stinken. Een ander krachtig middel is soda, ofwel bicarbonaat. Dit is niet alleen een bakmiddel, maar ook een poetsmiddel. Voor de magnetron volstaat een kommetje met 2 eetlepels soda. Vijf minuten op de hoogste stand en je bent klaar om de microgolf van binnen schoon te maken. Voor de oven gebruiken we een andere verhouding. Giet voldoende water in een ovenschaal. Voeg een kopje soda toe en roer om. Plaats de ovenschaal in een voorverwarmde oven van 200 à 250 graden. En dit voor 20 minuten.
tot hiertoe onvoldoende gelukt, dan kan je ook opteren voor de vaatwastablet. Je vult een kom met water, je legt de vaatwastablet in de kom en je zal zien dat die al een beetje begint op te lossen. Voor de microgolf gebruik je de hoogste stand en dit voor 5 minuten. Voor de hete luchtoven plaats je de kom 10 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden. Nog steeds geen resultaat? Je kan de oven of microgolf ook insmeren met een papje van baking soda en afwasmiddel. Meng beide componenten tot een niet te dun, goed smeerbaar geheel. Breng het papje aan over de gehele binnenkant van de microgolf of oven. Dit doe je met keukenpapier of met een doekje. Probeer hierbij ook de moeilijkste hoekjes te bereiken. Ook voorzichtig op en tussen het verwarmingselement. Vergeet ook de deur niet en breng het papje goed aan in de hoeken van de microgolf of oven. Nadat je het goedje hebt laten intrekken, kan je de binnenkant ook nog invrijven met een mengeling van azijn en water. Laat het goedje minimaal 10 minuten inwerken. Tot slot kan je al het vuil wegnemen met een vochtige doek of keukenpapier. Op die manier bekom je een glanzend resultaat. Daarnaast bestaan er ook speciale ovenreinigers die je op de oppervlaktes kan spuiten. We geven hierbij nog extra onderhoudstips mee. Heb je gemorst? Neem dan meteen het vuil weg. Voorkomen is beter dan genezen. Richt je bakplaat vol aangekookte resten. Vul je bakplaat met heet water. Laat een vaatwastablet gedurende één nacht inwerken. Spoel de bakplaat af. Een vuilrooster maak je schoon met warm water en afwasmiddel in een grote bak of in de pompsteen. Je kan ook een natte krant gebruiken. Leg de rooster tussen de krant en bevochtig het geheel. Stop de krant in een vuilniszak. Giet hier een scheutje ammoniak bij en laat dit de nacht intrekken. De volgende ochtend kan je het rooster goed afspoelen met een ontvetter. Voor een vieze ovendeur verwijzen we opnieuw naar ons papje van soda en afwasmiddel. Dit geldt zowel voor de microgolf als de oven. Smeer de deur goed in en laat een uur intrekken. Nadien kan je de deur schoonwrijven met een microvezeldoekje of spons. Het oog wil ook wat. De buitenkant reinig je met een bakje water, afwasmiddel en een doekje. Breng het aan op de buitenkant. Zo verwijder je makkelijk vingerafdrukken en vettige aanslag. Voor een oven van roestvrij staal of aluminium kan je ook roestvrij staalreiniger gebruiken. Houd ook de ventilatiestof vrij. Stof zorgt ervoor dat de warmte niet weg kan. Dat kan voor oververhitting zorgen. Vermijd ijzersponsjes of krabbers, zowel voor de binnen- als buitenkant. Die maken krassen en tasten de coating aan. Gebruik een zachte spons of doek. Gebruik geen verschillende poetsmiddelen door elkaar, want zo ontstaan chemische reacties, explosies, irritatie of vergiftiging. Eten opwarmen doe je in de juiste bakjes of schalen. Voor een magnetron zijn aluminium, metaal en papier uit een boze. Met deze materialen kan brand ontstaan. Gebruik liever het plastic bakje met daarop het icoontje met golvende lijnen. Ook glas, porselein en aardewerk kunnen in de microgolf. Voor de oven behoren metaal en aluminium wel tot de mogelijkheden. Net als porselein, aardewerk en glas. Maak geen gebruik van plastic, bamboe of papier. Beschilderde en beschadigde borden plaats je best ook niet in de oven.
Ken jij nog andere middelen voor het reinigen van je oven of microgolf? Of wil je nog andere onderhoudstips met ons delen? Laat het ons weten via zelfgedaan@dobit.be.